Waar zijn we hier? We zijn hier in Tropicana, Rotterdam. Hartje Rotterdam. Maar Tropicana staat toch leeg? Dat staat al een aantal jaartjes leeg, min of meer leeg. Maar sinds 2 jaar zitten er een aantal ondernemers in. En proberen we daar nu weer nieuw leven in te blazen in het immens grote pand. En wat doen jullie dan? Wij zijn Blue City. En wij staan voor een groot netwerk, een soort city lab. Waar we met vele ondernemers streven naar het reduceren van afval en het opwaarderen van afval. En een keten vormen van ondernemers die elkaars rechtstromen verbeteren en opwaarderen. Zeg maar. En ik zie daarachter zie ik een, wat is dat, een paddenstoelkwekerij. Wat heeft dat ermee te maken? Ja, dat is het bedrijf dat hier een van de eerste gezeten heeft, Rotterdam. Daar ben ik een van de oprichters van en wij kweken koffie, of wij verwerken het koffieafval van de stad tot eetbaar voedsel in de vorm van paddenstoelen. En vanuit dat idee is het geboren om het groter te gaan doen met meerdere ketens, geïnspireerd op de blauwe economie. Wat is dat, blauwe economie? Blauwe economie is een boek geschreven door Gunter Pauli, dat is eigenlijk onze inspiratiebron. Hij heeft eigenlijk onderzoek gedaan en hij kijkt met name, laat zich inspireren door hoe de natuur werkt. De natuur kent geen afval, maar die hebben eigenlijk op elke reststroom die er is, zijn er eigenlijk weer andere organismen die daar weer van kunnen leven. En dat is eigenlijk de manier waarop wij kijken, want als je je zo kan organiseren, ook als groep ondernemers, dan sta je samen sterker. Dus het is het idee om ook echt te kijken van oké, waar kan je de samenwerking vinden? Dus wat we ook willen gaan doen zo meteen als Blue City is, samen dingen delen, samen diensten delen, bijvoorbeeld samen zwaardere materialen inkopen en gebruiken. Samen gebruik maken van een bakfiets die voor meerdere ondernemers door de stad rijdt. En eigenlijk echt slim samenwerken. Jullie hebben dit ingediend voor de Challenge Stad. Wat verwachten jullie daarvan? Heel veel. Want jullie zijn nu finalisten. Ja. Wij zijn zelf ervaren ondernemers, maar waar wij voor staan is open source, kennis delen. En door kennis te delen, door kennis te geven, ontstaat er weer nieuwe kennis en nieuwe inzichten. En juist door verschillende expertise bij elkaar te krijgen, wat we met Blue City ook doen, is dit een verlengstuk daarvan. En kunnen we daar hopelijk veel sterker uit gaan komen. En is dit iets wat internationaal navolging kan krijgen? Ja, dat doet het al. We hebben over 2 weken komt er al een groep Basken langs. Die zijn al bezig met een Blue Economy laboratorium daar. En die komen hier kijken wat onze plannen zijn. We hebben heel veel internationale pers vanuit Rotterdam al gehad. En die komen hier kijken hoe dit in hun eigen stad te doen is. Dat is ons streven vanuit Rotterdam ook altijd geweest. Wij willen onze vormen niet exporteren naar een ander land. Maar de afvalstromen zijn overal. Het is universeel. Iedereen op zoek naar voedsel, iedereen op zoek naar werk. En dit kan als voorbeeld dienen om dit elders in andere steden en andere werelddelen op te gaan zetten. Want we leven in een wereld van overvloed. Het is overal beschikbaar, dus dit kan overal. Oké, ik wens jullie heel veel succes. Ja. Dankjewel. Dankjewel.